Meestal betaalt de ontvanger van een schenking zelf de schenkbelasting. Betaalt de schenker deze belasting? Dan doet de schenker daarmee een extra schenking en wordt de belasting hoger. Wie de schenkbelasting ook betaalt, de aanslag staat altijd op naam van de ontvanger. En deze krijgt de aanslag dan ook thuisgestuurd.